subject of today's session is a very complex one. Het onderwerp van vanavond is een complex onderwerp. Confronting human suffering with God. Wij worden geconfronteerd met menselijk lijden en dat ten opzichte van God. Now of course we stress here, this is a sort of continuation of our last session, which was confronting evil with God. En in feite is dit een voortzetting van onze vorige les. Toen hebben wij behandeld het kwaad ten opzichte van God. En nu gaan we dus hebben over het menselijk lijden ten opzichte van God. But admittedly, the subject of human suffering is a special one and an especially disturbing one. Maar het onderwerp van het menselijk lijden is natuurlijk wel een speciaal onderwerp en met een speciale lading hierin. The questions here have been culled from many inquiries that people have sent in. Deze vragen zijn aangeleverd door mensen vanuit verschillende achtergronden of van verschillende intenties. So let's start with the questions. Inevitably, there's a lot that we need to think about with respect to them. Laten we beginnen met de vragen zoals die zijn neergelegd en met respect voor degenen die ze natuurlijk hebben ingediend. Number one, confronting human suffering with God. Geconfronteerd worden met menselijk lijden met God. Why do the righteous suffer and the wicked prosper? How can a just and loving God allow such a brutal miscarriage of justice to take place in his world? Waarom hebben de rechtvaardigen te lijden onder onrecht? En waarom lijkt het alsof de goddeloze voorspoedig gaat, het voor de wind gaat? Hoe kan een rechtvaardig en liefdevolle God deze dingen toelaten, omdat hij juist het recht lief heeft? En waarom kan dat plaats hebben in deze wereld, in zijn wereld? And there are two particular questions that pertain to the Bible. En er zijn twee speciale onderwerpen die er uitspringen in de Bijbel. Question number two here. The book of Job seems to try to address these questions. But it is very hard to understand what answer, if any, it gives. Is Job's suffering justified or not? What does this book of the Bible come to teach us? De tweede vraag die wordt gesteld, het boek van Job, lijkt antwoorden te willen geven op deze vragen. Alleen, het is toch wel een beetje moeilijk om te onderscheiden wat het antwoord echt geeft. Is er echt een antwoord te geven op het boek Job? En is het te rechtvaardigen dat Job zo heeft geleden? Wat wil het Bijbelboek Job hier ons daarvoor onderwijzen? And pertaining to the other books of the Bible, many other passages in the Bible promise good reward to the righteous and punishment to the wicked. Is this a contradiction? That is, if Job isn't speaking about reward and punishment, what is this? Can such promises be real when so often we see exactly the opposite? En dan kijken we gelijk even naar vraag 3, gebaseerd op andere onderwerpen in de Bijbel, of passages in de Bijbel. Daarin lijkt het juist te gaan dat de rechtvaardige het goede wordt gegeven en dat er straf is voor de goddeloze. Is dat soms een tegenstelling? Kunnen we die beloften dus voor echt aannemen? Of is dat juist iets wat niet echt is? En vooral omdat we vaak worden geconfronteerd met het opzichte van het tegenovergestelde. Het lijkt de goddeloze juist voor de wind gegaan en de rechtvaardige leidt. The first point that inevitably we should consider in addressing these questions.
We gaan beginnen met de eerste vraag, hoe we deze vragen zouden moeten kunnen beantwoorden. Is the legitimacy of asking the question in the first place? Is het sowieso geoorloofd om deze vragen te stellen? And I feel compelled to remind us in this regard of a passage that we've discussed in the past, indeed, that we noted last session as well. En het is natuurlijk, omdat we dit ook al eerder hebben behandeld, of tenminste een beetje in dezezelfde context, en ook aansluitend op de les die hiervoor is geweest. When God informs Abraham of the impending destruction of Sodom and Gomorrah. En we gaan even terugdenken aan het verhaal van Abraham, wanneer Abraham, of God Abraham benadert over het vernietigen van Sodom en Gomorra. Abraham has an objection. En Abraham gaat er tegenin. I'm reading in Genesis chapter 18, verses 23, 24 and 25. We kijken naar Genesis 18, 22, 23 en 24. In chapter 18, verse 23, Abraham drew near and said, will you also destroy the righteous with the wicked? We lezen in Genesis 18 vers 23. En Abraham trad nader en zeide, zult gij dan de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? Perhaps there are 50 righteous within the city. Will you also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? Vers 24. Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zult gij haar dan verdelgen en aan de plaats geen vergiffenis schenken, terwille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Far be it from you. God forfend that you do in this manner to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked. Far be it from you. Again, God forfend. Shall not the judge of all the earth do justice? En dan vers 25. Het zij verre van u aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze. Verre, zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? So of course, Abraham's complaint is particularly the prospect of righteous people unfairly, unjustly suffering. Dus Abraham gaat op de bres staan voor de rechtvaardigen, omdat die niet zullen ten onder gaan met de onrechtvaardigen. En we see, for example, in Jeremiah, the opposite question. The question of the wicked prospering. In Jeremiah chapter 12, verses 1 and 2. We gaan nu kijken naar Jeremia 12, vers 1 en 2, waar het tegenovergestelde juist wordt vermeld. Right would you be, O God, if I were to contend with you, yet I will reason these points of justice with you. Why does the way of the wicked prosper? Why are all they happy that deal very treacherously? Lees me Jeremia 12 vers 1. Het recht hebt gij aan uw zijde, Heere. Als ik met u zou twisten, toch wil ik over rechtszaken met u spreken. Waarom is de weg der goddelozen voorspoedig en zijn zonder zorg? Allen die zich trouweloos gedragen. That is, despite their wickedness, you planted them. Indeed, they have taken root. They grow. They bring forth fruit, and yet you are near in their mouth and far from their inward parts. They're far from God, and they still prosper. Vers 2. Gij hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten, zij wassen, ook zetten zij vrucht. Nabij zijt gij in hun mond, maar ver van hun binnenste. En deze mensen gaat het dus goed. En dat is de klacht hier.
So the question is a question that we see asked by prophets. Dus de vraag waar wij ons geconfronteerd mee zien, is dus ook een vraag die door de profeten wordt gesteld. Yeah, we might be inclined to give a simple answer that really everything is a reflection of righteousness or wickedness. The righteous really do get rewarded and the wicked really do always get punished, even if we think we're seeing something different. En het makkelijkste antwoord zou zijn als we zouden zeggen inderdaad, ja, de rechtvaardige die krijgt inderdaad een goed einde, of die zal beloond worden voor zijn goed gedrag. En de goddeloze wordt ook inderdaad gestraft. Ook al lijken we soms het tegenovergestelde te zien. You know, that's the idea that is perhaps most significantly expressed in the book of Job, by Job's friends. En juist dit wordt ook het expliciet genoemd door de vrienden van Job in het boek Job. Consider the words of Eliphaz in chapter 4 in verses 6 and 7 as an example. We gaan even kijken naar Job 4 vers 6 en 7 als een voorbeeld om het te verduidelijken. He says to Job, is not your fear of God, your confidence and your hope, the integrity of your ways? Recall now, who that was innocent ever perished? Or where were the upright cut off? Does it ever happen that the innocent perish, that the righteous are cut off? En dan zien we staan in Job 4, vers 6 en 7. Is dan niet uw godsvrucht uw toevlucht, uw onberispelijke wandel, uw hoop? Bedenk toch, wie kwam ooit onschuldig om? En waar werden de oprechten uit verdelgd? Dus hier weer hetzelfde. Als je goed doet, zul je dat ook terug ontvangen. So Eliphaz argues for divine justice when Job practically accuses God, refuses to accept any response and demands an answer. En Eliphaz die wil dus hierop juist wijzen dat de goddeloze toch sowieso straf zal ontvangen en de rechtvaardige zal leven, hij zal beloond worden. Maar Job weigert in feite dit antwoord zo serieus te nemen of tot zich te nemen en Job is boos op God eigenlijk. So we might think, who speaks nicer, better about God, Job or Eliphaz and his friends? Dus dan kun je ook afvragen wie ten opzichte van dit verhaal spreekt beter tot God. En is dat Job of is het juist zijn vrienden juist? Well, what God says on the subject at the end of the book of Job is beyond any uncertainty. Maar Gods antwoord is heel opmerkelijk aan het eind van het boek van Job. En dat staat eigenlijk boven alles. In chapter 42, in verses 7, 8, and 9, God says to Eliphaz, my anger burns against you and against your two friends, for you have not spoken of me the thing that is right, like my servant Job. En we lezen dan in Job 42, vers 7, 8 en 9, beginnend met vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heere tot de Temaniet Eliphaz. Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. En hij instructs them to bring offerings to God, to go to my servant Job. And offer up for yourselves a burnt offering. And my servant Job will pray for you. For to him I will show favor in doing you no disgrace. Although you have not spoken of me the thing which is right, like my servant Job. Verder lezen we in vers 8. Wel nu, neem 7 stieren en 7 rammen en ga naar mijn knecht Job. En breng ze voor u tot een brandoffer. En mijn knecht
Job mogen voor u bidden, want slechts hem zal ik ter wille zijn, zodat ik niet iets kwaads, u niet iets kwaads aan doe, opdat gij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. But Eliphaz and his friends spoke so reverentially about God that they defended God's justice. Job attacked it. En het is opmerkelijk, want juist Eliphaz en zijn vrienden hebben juist rechtvaardig over God gesproken in hun antwoorden. En juist Job niet. Die weigert dit antwoord serieus te nemen, zeg maar, en gaat daar juist tegen in. Evidently, God does not want superficial, trivial answers to relate to such profound and complex questions. En het is waar, God wil niet gewone of bovennatuurlijke antwoorden van over zulke complexe vragen die een mens kan hebben. Speaking about God in such superficial and trivial terms is more of an affront than speaking honestly and recognizing that we have grave questions that we cannot help but ask. Want het is eigenlijk het lijkt een beetje een tegenstelling. Je kan heel goed en wonderbaarlijk over God spreken, maar toch zijn er de vragen zoals wij die kennen in dit leven op deze aarde om ons heen en in ons eigen leven. Dus die vragen doen er toch zeker wel toe. En die neemt God dus ook serieus. Now, that stated, we solve the problem, as indeed noted in question 3, that throughout the Bible we do read about reward and punishment. En ook zoals we zien in de derde vraagstelling, juist ook in andere passages in de Bijbel, wordt dus heel vaak vermeld dat de goddeloze zal worden gestraft voor zijn daden en zijn handelen. En de rechtvaardige juist zal worden beloond. Truth is, if we started reading all such passages, we wouldn't finish in the time of ascension, we wouldn't finish in a day or two. En als we al die plaatsen in de Bijbel en die passages zouden gaan lezen waarin dit wordt genoemd, dan waren we zeker vanavond nog niet klaar met lezen. En waarschijnlijk zou het ons 2 dagen kosten om al die vragen en al die passages door te nemen. So I'll just mention one example that I must admit for us Jews is a particularly vivid one, because we recite this passage at least twice every day. Wij gaan kijken naar een voorbeeld wat vooral vanuit het Joodse denken vaak wordt behandeld. En eigenlijk komt dit 2 keer op een dag zelfs voor. In Deuteronomy chapter 11, beginning in verse 13. We gaan kijken naar Deuteronomium 11, beginnend in vers 13. It shall come to pass, if you hearken diligently, if you obey my commandments, which I command you this day, to love God your Lord and to serve him with all your heart and with all your soul. Even kijken, Deuteronomium 11 vers 13. Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden die ik u heden opleg, zodat gij de Heere uw God lief hebt en hem dient met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Vers 14. Then I will give you the rain of your land in its due season, the early rain and the late rain, that you may gather in your produce, your grain, your wine, and your oil. En vers 14. Dan zal ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen. En skipping to verse 16. Take heed to yourselves, that your heart not be deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them. En dan slaan we 15 even over en gaan verder met vers 16. Neemt u ervoor in acht dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen nederbuigt. Verse 17. And then God's anger will be inflamed against you,
and he will shut up the heavens, that there be no rain, and the land will not yield its fruit, and you will perish quickly from off the good land that God gives you. Vers 17, dan zou de toorn des Heren tegen u ontbranden en hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt. De bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra ten gronde gaat in het goede land dat de Heren u geven zal. Yeah, that's clearly speaking of reward if you do what you're supposed to do and punishment if you don't. Hierin wordt het heel duidelijk gezegd, als je luistert naar God en hem gehoorzaamt, dan word je dus inderdaad, dan krijg je een beloning. Maar als je niet gehoorzaam bent en niet luistert naar zijn woorden, dan word je gestraft. Reward for the righteous and punishment for the wicked. Dus beloning voor de rechtvaardigen en een straf voor de goddelozen. And indeed, when we consider all together, God's message to us as the righteous judge that he is, that conclusion is inescapable. En juist als we zien hoe, of weten hoe rechtvaardig God is, dan is dit antwoord, zoals het hier staat, heel acceptabel. In Moses' song, in Deuteronomy chapter 32, in verse 4, he is the rock, his work is perfect, for all his ways are justice. A God of truth and without iniquity, just and right is he. En dan zien we verder in Deuteronomium 32 vers 4 staan, opdat al zijn wegen recht zijn, een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. So here we see very vividly, when we contrast these passages in the Bible, the crux of our problem. Dus hier zien we heel duidelijk de antwoorden die de Bijbel lijkt te geven. En daarom ook juist deze vraagstelling. We have a recurrent theme in the Bible that there is such a thing as reward and punishment. Good reward to the righteous and punishment to the wicked. Want we kunnen inderdaad de Bijbel dus erop naslagen en we vinden de antwoorden dat de rechtvaardige beloning zal ontvangen en de goddeloze juist gestraft zal worden. Daar is de Bijbel heel duidelijk in. And at the same time we have a book of the Bible, the book of Job, that seems to tell us we don't understand anything. En aan de andere kant hebben we een boek in de Bijbel staan, het boek van Job, waarin juist het tegenovergestelde lijkt te worden geleerd en daar begrijpen we er helemaal niks van. Because Job is clearly suffering and the message that we get in the book of Job is he wasn't wicked. He didn't earn that suffering. Want het is heel duidelijk wat in Job naar voren komt. Hij heeft duidelijk heel veel moeite en hij lijdt ook echt zichtbaar. En toch is hij geen goddeloze man of een onrechtvaardig man. Dat laat ook dat boek juist heel duidelijk zien. Which inevitably raises the question, is it a contradiction? Is het dan inderdaad een tegenstelling die we hier zien? And of course our answer is no. It is not a contradiction. They're both in the Bible. They're both part of God's word, God's message to us. En nee, het is dus geen tegenstelling, want ze staan allebei opgetekend in de Bijbel, bij beide versies, zeg maar. En omdat ze juist een deel van Gods woord zijn, van de Bijbel, is het dus geen tegenstelling. And maybe the key to our appreciating why we don't have the answer, but we know it's not a contradiction, lies in a Hebrew word that I'm sure all of the Hebrew experts here know very well. En dus eigenlijk kun je dus zeggen van waarom wordt dus niet echt een antwoord opgegeven, juist door die twee tegenstellig lijkende verhalen. Maar toch is er een Hebreeuws woord, wat voor de experts onder ons heel duidelijk en heel herkenbaar zal zijn, wat misschien een sleutel kan geven tot meer komen tot een antwoord op deze vraag. The word is olam. En het Hebreeuwse woord wat wordt genoemd is olam. Olam in the Bible means forever. De vertaling van het woord olam
wat vaak vertaald als eeuwig. In post-biblical Hebrew, olam came to mean, in addition, the world, the universe. Maar het kan ook betekenen het universum of de wereld. The root letters of olam. We've spoken many times of all Hebrew words having a three-letter root. En we hebben het vaak besproken, alle Hebreeuwse woorden hebben een stam, zeg maar, een wortel van drie letters. It's a root, olam, that means hidden, concealed. En de wortel van dit woord, van olam, is alam. En dat betekent juist verborgen. Of course, we appreciate that when you speak of forever, it's a realm that's hidden from us. We don't see it. Dus eigenlijk als we spreken over eeuwig, dan is het verborgen voor ons, want wij zien het niet. But you know, the world altogether really is a realm of concealment, of hiddenness. Maar dus de hele wereld, ook al kunnen we hem die niet helemaal overzien, is daar een tegenstelling in en zeg maar een verborgenheid juist in te vinden. We see the surface. We don't see what lies beneath. Wij zien het hier en nu, waar we nu in staan, maar we zien niet verder wat hierachter ligt, of verder dan ons vermogen. Furthermore, we see a very small part of the picture. We don't see the complete picture. Wij zien eigenlijk maar een heel klein deel van het beeld. Wij zien niet het hele beeld. We've noted this in the past as well in the description of creation that we read in Genesis chapter 1. We hebben dit in het verleden ook vaak behandeld als we teruggingen naar Genesis 1 en daar de beschrijving van. In particular, the last verse of the chapter, verse 31. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Genesis 1, vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. That very good includes things that to our eyes are bad. En dat zeer goede, wat hier wordt genoemd, is inclusief wat in onze eigen ogen zo lijkt als iets kwaads of iets slechts. Because after all, that very good is an evaluation of everything that God made. Omdat dat zeer goed inhoudt wat alles wat God heeft gemaakt. As we have noted, God also creates evil. En zoals we opgemerkt en geleerd hebben, God heeft ook het kwade geschapen. But when you have a breadth of vision of God and you see everything that God made, you see the whole picture. You see how even what appears to us to be evil is part of very good. Zo, als je ervan uitgaat dat inderdaad de Heere God alles ziet, het hele beeld ziet, overziet, en dan zegt hij nog steeds, het is zeer goed, is dat inclusief het kwade wat hij heeft geschapen. Maar God ziet natuurlijk het hele beeld. Unfortunately for us, in order to see that, you would have to be able to see the world as God does. En om dit beeld een beetje te kunnen benaderen, zullen we moeten denken en zien hoe God de wereld ziet. And of course we don't. En natuurlijk zijn we daar niet toe in staat. In the words of the prophet Isaiah, in Isaiah chapter 55, verses 8 and 9. We gaan even kijken naar Isaiah 55, vers 8 en 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says God. Staat daar, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. And inevitably, this brings us back to the book of Job. En dit brengt ons terug naar het boek van Job. Because while understanding what God's answer actually means is a very challenging task. Want we gaan kijken wat Gods antwoord nu precies eigenlijk, wat hij bedoelt met zijn antwoord. En dat is best wel een uitdagende bezigheid. We get an inkling when God answers Job out of the whirlwind in Job chapter 38 and on. We krijgen een tipje van de sluier, kunnen we laten opleggen, als we kijken naar Job 38 en verder. In chapter 38, verse 2. Who is this that darkens counsel by words without knowledge? Job 38, vers 2, daar staat: wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? This is God's challenge to Job. Gird up now your loins like a man, for I will demand of you, and let me know your answer. Dit is de uitdaging die God naar Job toe doet, en dat lezen we in vers 3. God nu als een man uw lendenen, daar wil ik u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Where were you when I laid the foundations of the earth? Declare if you have understanding. Vers 4. Waar waar gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt. Who determined its measurements, if you know? Or who has stretched the line upon it? Vers 5. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Whereupon are its foundations fastened? Or who has laid its cornerstone? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? And continuing, we don't have time to see it all, but in chapter 40. We kijken nu weer verder naar hoofdstuk 40, want helaas kunnen we gezien de tijd niet alles lezen. Then God answered Job and said, in verse 1. En dan lezen we in vers 40, hoofdstuk 40, vers 1. Toen antwoordde de Heere Job uit de storm en zeide: Shall a reprover contend with the Almighty? He who reproaches God, let him answer it. Chapter 40? Yes. Verse 2. Yes, oké. Okay. God nu als een man uw lendenen, ik wil u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Then Job answered God and said. En dan gaat Job God antwoorden en hij zegt: I am lightly esteemed. What shall I answer you? Verse 4. Hebt gij soms een arm als God en kunt gij donderen met een stem als hij? I lay my hand upon my mouth. Once I have spoken, but I will not answer. Twice, but I will proceed no further. En dan legt hij zijn hand op zijn mond en hij doet er het zwijgen toe, want hij, dat is het enigste antwoord. And indeed, in that vein, when Job continues his answer in chapter 42. En dan gaat het antwoord van Job verder in hoofdstuk 42.
Then Job answered God and said, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be thwarted. Vers 2 lezen we dan. Ik weet dat gij alles vermoogt en dat gij geen uw plannen worden verijdeld. Who is he who hides counsel without knowledge? Therefore I have uttered that which I did not understand. Things too wonderful for me, which I knew not. Vers 3. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Daarom, ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar die ik niet begreep. Now, some people may look at an answer like this and say, it's evading the question. In English, some people say a cop-out, you know, without actually responding to the challenge. En sommige mensen zouden misschien de schouders ophalen van, ja, dit is misschien wel een antwoord, maar ze komen daar niet verder mee en kunnen daar ook niks mee. In het Engels is daar een bepaald woord voor. But what would we expect that God would be susceptible to our exhaustive understanding? Maar wat verwachten we als we denken van hoe kan God het benaderen en in zijn perspectief? Just consider on the most basic plane. We believe that God transcends the bounds of time and space. He is beyond time, beyond space. We are not. Want wij staan natuurlijk in deze tijd. Wij zijn heel beperkt. En God staat boven de tijd en boven de hele wereld. Dat is een heel ander perspectief. Indeed, in this vein, we recall the words of Psalm 90, verse 4. We gaan kijken naar Psalm 90, vers 4. For a thousand years in your sight are but like yesterday when it is past and like a watch in the night. Daar staat, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is, en als een nachtwaken. Our perspective is so limited. Ons perspectief is heel erg gelimiteerd, begrensd. So that when we ask how we are to discern God's justice in the world, zo, hoe kunnen we dan onszelf afvragen, hoe kunnen we Gods rechtvaardiging verdienen in deze wereld? I feel compelled to share with you an excerpt from the poem Retribution by the American poet Henry Wadsworth Longfellow, 19th century. What is his name, Henry? Wadsworth Longfellow. He was a famous American poet in the 19th century. Okay. Hij wil, Rabbi Chaim wil even quoten uit een gedicht geschreven door Henry Wadsworth. Hij was een bekende Longfellow. Dat staat er nog achter. Henry Wadsworth Longfellow. Het is een bekende dichter die heeft geleefd in de 18e eeuw. Though the mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small. Though with patience he stands waiting, with exactness grinds he all. En dan gaat het eigenlijk over de molens die draaien en die gaan dus heel erg langzaam. En met geduld kijkt God ze gade. Dus God heeft daar de geduld voor en die ziet dat allemaal gebeuren. So we affirm that there is reward and punishment in the world because there is a judge and he judges. Wij weten dat er een rechtvaardig rechter in deze wereld is en ook toekijkt. En we weten dat er recht zal worden gesproken. But we recognize that we may not know how to discern it because our field of view is so narrow. We weten alleen niet hoe we de beloning op rechtvaardige daden moeten verdienen, omdat ons beeld heel erg beperkt is. Furthermore, additional
aspect of our limitedness is we see things and we don't even know how to interpret them. En nog een iets wat wij nog een aspect wat ons begrenst in onze waarneming en het begrijpen is juist dat we dingen zien, maar niet goed kunnen interpreteren. That is, to take an example from Ecclesiastes, chapter 5, verse 12. 12, vers 5. We gaan even kijken naar Prediker. Chapter 5, verse 12. Yes? Oké, ik had het net even omgedraaid. Prediker 5, vers 12. There is a sore evil which I have seen under the sun, namely riches kept for their owner to his hurt. Prediker 5, vers 12 lezen wij. Er is een smartelijk kwaad dat ik gezien heb onder de zon. Rijkdom door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil. So the wealth is guarded for its owner, but not to bestow reward, on the contrary. That wealth is punishment, because it is to his hurt, not to his benefit. Zo, het rijkdom, de rijkdom die hier wordt beschreven, is dus niet ten goede, maar het is juist ten onheil voor de bezitter die het heeft. Juist als een soort straf. I'm sure we can think of many examples that each of us know personally, where wealth was by no means a blessing, but in fact a curse. En waarschijnlijk kunnen we ook veel voorbeelden zelf wel noemen, dat vaak ook in ons leven of dichtbij rijkdom vaak een straf of een vloek is geweest in plaats van een zegen. And conversely, we consider the words of Isaiah, chapter 12, verse 1. Tegengesteld lijkt dan te zijn iets wat we lezen in Jesaja 12, vers 1. And in that day you will say, O God, I will praise you. You were angry with me. When your anger is turned away, you comfort me. En daar lezen we. En gij zult ten dien dagen zeggen, ik loof u, Heer, omdat gij toornig op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. I praise you. I thank you for having been angry with me. Ik loof u en ik ben u dus dankbaar omdat u boos op mij bent geweest. Now, I feel compelled to share with you a tradition that we have with respect to what the meaning is of this verse. En ik wil met jullie delen wat vanuit de Joodse traditie wordt overgeleverd, wat de betekenis is van dit vers. And I'll express it by way of a story that in one form or another I'm sure we've all heard many times. En ik zal het aan jullie vertellen in een vorm van een verhaal, waarschijnlijk een verhaal wat jullie bekend zal voorkomen. The man who was on his way to a voyage and because he fell and he hurt his foot, he missed the ship and was so angry because God had prevented him from making the voyage. En een man was op reis en toen kwam hij te vallen en zijn voet werd gekneusd of ja, beschadigd. En hierdoor miste hij dus het schip. En hij was heel boos op God, want die had hem juist op reis doen gaan. Until you can undoubtedly anticipate, he finds out that the ship sank, went down at sea, with all hands on board, no one survived. En toen kwam hij er later achter dat het schip, die had schipbreuk geleden en was vergaan. En niemand had het overleefd. Alles was vernietigd. So just as the verse in Ecclesiastes that we saw described something that appeared to be a blessing, but was terrible. Dus this net describes the opposite. Something that appears to be terrible, a calamity, a punishment,
But it was a blessing. Hier lijkt dus hetzelfde worden gezegd in dit verhaal als wat we net in Prediker hebben genoemd. Het lijkt een tegenovergestelde van elkaar. Die rijkdom is dus als een vloek, is zeker niet tot zegen geweest. En in dit verhaal komt dat ook naar voren. Juist doordat deze man zijn voet blesseerde op zijn reis naar dat schip toe, werd hem achteraf dus tot zegen, want hij heeft het overleefd. Now, of course, inevitably, we all react to a story like this by saying, sounds nice, but it never really happens that way in the real world, does it? En sommige mensen zouden kunnen reageren op dit verhaal zo van, ja, het is een heel mooi verhaal, maar zou dit ook wel echt gebeuren in de echte wereld? And admittedly, for the most part, it doesn't. En inderdaad, het is waar vaak gebeurt zo'n verhaal juist niet. But the question that we need to ask is, what doesn't happen in the real world as we observe it? Maar de vraag die we dan moeten stellen, wat gebeurt wel in deze echte wereld die wij kunnen waarnemen? And what we would say in responding is, you don't usually see the end of the story within a few weeks, even within a few months, even within a few years. Sometimes it even takes lifetimes to understand. En de reactie die wij eigenlijk zouden moeten geven is dat wij soms het einde van een verhaal niet eens zien kunnen. Sowieso niet binnen een paar weken of een paar maanden, soms enkele jaren. En soms kost dat een heel leven om de uitkomst van een verhaal echt zichtbaar te kunnen waarnemen. Again, we only see a very limited, very small part of the picture. Want wij zien alleen een begrensd, een klein stukje van het hele beeld. In a way, perhaps, along the lines of what God says to Moses at the end of Exodus chapter 33, in verse 23. There are another ways of translating this verse. We gaan even kijken naar Exodus 34, vers 23. De reactie van God, tussen God en Mozes hierop. The way I'm going to translate is, you will see what follows behind me, but not what is in front. Exodus 4. Your translation might be different. Yeah, okay. I shall see what is here. Exodus 33 vers 23. Dankjewel. Plus 23. 33 vers 23. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dat is de vertaling zoals ik die heb staan in de MBG-vertaling. Okay, but again, I'm going to say, one can understand it as, you will see what follows behind me, but not what comes in front. Dus je zal zien wat van achteren is, zeg maar je zal niet de voorkant zien. In other words, we can see a very clear picture when we look back, but not when we're looking forward. Wij zien over het algemeen een heel duidelijk beeld als we terugkijken, maar wij zien niet een duidelijk beeld als we vooruitkijken. So that, of course, on these levels, we can well appreciate that believing that reward and punishment exists and that God is the righteous judge does not necessarily mean we have the means to understand reward and punishment. We can't even identify what the reward is and what the punishment is. En ook al zullen we het dus altijd niet zien en begrijpen. De schrift leert wel dat wij dus inderdaad net hebben gezien dat de rechtvaardige wordt beloond en de goddeloze zal worden gestraft. Maar wij zien het niet altijd. But you know, there's an additional dimension we need to consider as well. And this is admittedly much deeper. Maar we moeten dit natuurlijk ons ook heel erg afvragen en het antwoord is waarschijnlijk veel dieper.
What is true, real reward from God? En de vraagstelling is dan, wat is een echte beloning van God? Is it having the riches, having the comfort, having all the things that we think we want in this world? Is dat bijvoorbeeld rijkdom of al het comfort wat wij nodig denken te hebben in deze wereld? We've noted this verse many, many times. The final verse of Psalm 73. Psalm 73, verse 28. When Asaph tells us, as for me, the nearness to God is my good. That's the real reward. That's the true good. En het antwoord vinden we eigenlijk, de echte beloning die God geeft in dit leven, Psalm 73, vers 28. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. How does that express itself in what seemed to us to be reward and punishment? Hoe kunnen wij dit uitleggen of komt het tot expressie tussen straf en beloning? Well, inevitably, I don't know, but I'll make this observation. En eigenlijk, ik weet het zelf niet, maar ik heb wel iets waargenomen. While God always bestows goodness, maybe sometimes the best thing for a person to be able to attain closeness to God is not getting the comfort, getting the wealth, getting all the things that he thinks he wants. Want misschien is dit het inderdaad wel het antwoord dat juist de nabijheid van God, zoals zo net beschreven is, beter is dan dat de persoon zelf denkt wat goed voor hem is, zoals rijkdom en comfort. We could veritably make a system of ranking, of layers. Obviously, we don't know how to apply it, but if someone is already at a level of being so close, so intimate with God, then he may indeed experience only blessing in this world as well. En we kunnen misschien allerlei lagen in een systeem aanbrengen om het duidelijker te zichtbaar te maken. En als je inderdaad een persoon neemt die een hele intieme relatie heeft met de Heere God, dan kan het zijn dat hij alleen maar zegen ontvangt tijdens dit leven. And if someone is striving to come closer to God, but not yet there, then maybe the complacency that would come from having what he wants in this world would be the worst thing for him. It would be like what we saw in Ecclesiastes, wealth that is to his hurt. En als we dan een andere persoon misschien ernaast zouden zetten die ernaar streeft om ook op dat niveau te komen van intimiteit met de Heere God, kan dat juist zijn dat de dingen waar hij naar verlangt in deze wereld, bijvoorbeeld rijkdom, dat kan hem eigenlijk tot onheil juist zijn. Maybe someone at that level will experience all of the travails, all of the misery that may actually help him to grow to that greatest good of all, which is closeness to God. Het kan ook zijn als iemand op die laag op leeft, zeg maar, en zich uitstrekt naar de Heere God, die kan het juist ook zo ervaren dat juist de ellende hem dichter bij God brengt. Unless, of course, ironically, if he is at too low a level to be able to grow that way, and if misery will just lead him to rebel against God, then maybe God will bestow goodness upon him in order to get him to a higher level where he could experience the misery coming even closer. Maar het kan ook zo zijn dat iemand zich bevindt op nog een lager niveau dan dit, en dus de ellende juist waar hij zich in bevindt aangrijpt juist om boos te worden tot God,
En dat verhindert ook om juist in die intimiteit te komen tot God. That is, unless he's at so low a level that experiencing anything good is only liable to corrupt him further. En als we dan nog iemand nemen die nog lager is op een niveau, dat alles om hem heen slecht ervaart en echt in ellende lijkt te zitten, dan kan dat hem helemaal van God juist vandaan brengen. Because inevitably there are people who in experiencing goodness will follow the pathway described in Deuteronomy chapter 8. We gaan kijken naar Deuteronomium hoofdstuk 8. Daar staat iets in geschreven hoe die mensen dan een bepaalde pad lijken in te slaan. Beginning in verse 12. Lest when you have eaten and are satisfied and have built good houses and dwell in them. We lezen in Deuteronomium 8 vers 12. Opdat wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die woont. And when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied, you have all the goods. Vers 13. Uw runderen en kleinvee zich vermeerderen en uw zilver en goud zich vermeerderen. Ja, alles wat gij hebt zich vermeerdert. Dus je hebt al het goede ontvangen. And your heart is lifted up and you forget God your Lord. Vers 14. En uw hart zich niet verheffen en gij de Heere uw God vergeet. So for someone at that level, misery is really the best thing, the greatest gift that God could give him, because maybe through that misery he'll come back to the greatest good of closeness to God. Juist de ellende die God juist toestaat in iemands leven op dit niveau kan juist worden omgedraaid zodat hij zich strekt tot de Heere God. En dan wordt hij dus gebracht in het grootste zegen en het grootste geschenk wat God kan geven in zijn nabijheid. So just consider, at least in principle, someone could be at that lowest of levels and experiencing nothing but misery, so that he can at the very least start his path back to God. Dus we gaan ons nu eens afvragen wat principieel lijkt in dit principe wat we net hebben behandeld. Iemand die op het laagste niveau leeft en dus heel veel ellende heeft, kan dus inderdaad toch groeien in de nabijheid en aanwezigheid van de Heere God. En dat zou dus ook als een zegen ervaren. And when he comes closer to God, he may experience all the blessings, all the goodness, because he's no longer at that lowest level. En juist omdat hij dan zo groeit en al de zegeningen en al de goedheid zo ervaart, dan komt hij ook tot een hoger niveau. And if he gets closer still, then all of a sudden he may start experiencing misery once again. En hij kan blijven naderen tot God en steeds groeien in zijn aanbijdheid. En toch kan hij dan opeens toch weer ellende gaan ervaren in zijn leven. That is, once he's grown sufficiently, that he no longer needs all of the blessings in order to prevent himself from falling down, then God may give him the challenges of all of the difficulties of life in this world in order to enable him to grow further upward, to come nearer to God. Dus als deze persoon lijkt te groeien en dan inderdaad al dichter bij God is en niet terugvalt op het leven wat hij had en dat ook niet nodig lijkt te hebben, dan kan God hem uitdagen door omstandigheden te veranderen, zodat hij moeilijkheden ervaart. En Gods bedoeling is dan dat hij door blijft groeien in die aanwezigheid tot God.
of course, we don't know, and we certainly would never be able to identify what is the basis of the way God is blessing or withholding his blessings from any particular individual. We start to realize that if the real blessing is closeness to God, then everything else is secondary. Dus we kunnen niet voor ieder persoon of individu invullen wat God laat meewerken om te groeien in die aanwezigheid van de Heere God. Maar het is wel een principe wat algemeen lijkt te gelden. En hoe iemand dat ervaart is natuurlijk ook heel verschillend. Part of this consideration is of course also that we believe the ultimate closeness to God is in the world to come. In everlasting life with God. En natuurlijk, wat hierin is beschreven, het ultieme samen zijn en de aanwezigheid van de Heere God, zullen wij pas in het leven hierna gaan ervaren. It is in this vein that I'd like to share with you our traditional understanding of Deuteronomy chapter 7, verses 9 and 10. En om dit nog beter te kunnen begrijpen, gaan we kijken naar Deuteronomium 7, vers 9 en 10. Verse 9, know therefore that God, your God, is the Lord, the faithful Lord who keeps the covenant and truth with those who love him and keep his commandments to 1,000 generations. Vers 9. Lees we dan, opdat gij zoudt weten dat de Heere uw God de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in 1,000 geslachten. Verse 10. And repays them that hate him to their face to destroy them. He will not be slack to him that hates him. He will repay him to his face. Dan vers 10. Maar aan ieder persoonlijk van hen die hem haten, oefent hij vergelding door hem te gronde te richten. Hij stelt het niet uit voor wie hem haat. Aan hem persoonlijk vergeldt hij het. In our tradition, the repayment that we just read in verse 10, the last verse, is not punishment, on the contrary, it's reward. Dus in de Joodse traditie wordt dit vers dus ook uitgelegd dat juist God in vers 10 lijkt hem te straffen, maar je kan het dus ook omdraaien en dan lijkt het dus een beloning. Because, you know, wicked people still have some good deeds, and God as the true judge necessarily will give reward for those good deeds as well as the punishment for their wickedness. Want ook een goddeloze kan hele goede daden doen en ook dat zal God dus belonen, maar hij ziet natuurlijk ook de goddeloze daden en dat zal hij straffen. But for someone who's wicked, that reward for the good deeds is given in this world. Maar het goede wat hij doet dus voor zijn daden, de goddeloze spreken we dan over, dat zal hij ontvangen in deze wereld. It's given in this world because, well, again, number one, God is the true judge and every good deed must be rewarded. Want punt 1, natuurlijk zal God die daden goed belonen, want hij is een rechtvaardig rechter. Number 2, for the wicked, even when they do a good deed, that good deed is generally because of this worldly considerations, not for the glory of God. En natuurlijk zal dat goede een uitwerking hebben ten goede in deze wereld, omdat het een goede daad is. Maar het zal niet meewerken voor het latere leven, want het heeft niet tot glorie van God is het gebracht, zeg maar, of is het gedaan. Number 3. For the wicked, the only reward they're really interested in is reward in this world, here and now.
En de goddeloze is er eigenlijk van natuur op uit om nu goede daden te doen, omdat ze nu in deze wereld, in dit leven, ook de beloning willen ontvangen. The real reward, which is closeness to God, which goes beyond this world, that they don't appreciate, that they don't receive. De echte beloning die God geeft, en dat is zijn aanwezigheid of in zijn nabijheid verkeren, die wordt hem niet geschonken, want daar is hij ook helemaal niet op uit. Again, all a question of the gauge. For me, remember, Asaf said, nearness to God is the good. Want zoals Asaf, dus in zijn psalm, zij, het dichtgein of het dicht, de aanwezigheid van de Heere God, dat is het allerbeste. Now, I must tell you, this is one approach that we have in our tradition. I'd like to share with you another approach. Dus dit is één benadering vanuit de Joodse traditie waarop naar de vraag kunnen kijken. And of course in the end, we don't know what God is doing. He didn't tell us. But this is another approach that maybe also helps us to understand how the real good is nearness to God. En dit is dus een van de benaderingen. We kijken dus nu naar een andere benadering. Want we weten niet hoe God gaat reageren op het eind. Hoe alles zal worden uitgewerkt. Maar deze benadering gaan we ook nog even bekijken. This is the realization that as we gaze out on the world, we see a system. And when we see a system, we discern design. And design helps to lead us, it's not a proof, but it helps to lead us to the great designer, to God. En als we in de wereld om ons heen kijken, dan kunnen we een systeem waarnemen. Een systeem dat lijkt toe te bewegen in een design. En dat design, de afdruk, leidt ons naar diegene die alles gemaakt heeft. Now, I'd like to share with you a very deep thought in this regard. Ik wil met jullie delen een hele diepzinnige gedachte in deze en waar we het nu over hebben. You can only observe design in a system. But a system, by definition, is impersonal. We kunnen alleen een design waarnemen in een systeem als we het kunnen waarnemen of zien. And so, we see a system, an impersonal system in which we don't understand how reward and punishment as a personal gift to each individual is taking place. Dus we kunnen alleen maar een onpersoonlijk systeem, design, waarnemen. En dat kunnen we daarom moeilijk leggen op een persoonlijke beloning of straf. Because, ironically, if seeing the system and sensing the design will lead us to the designer, to God, that's the greatest good. For me, nearness to God is the good. Want ironisch gezien lijken we dus een systeem te herkennen en een design hierin waar te nemen, wat ons moet leiden naar de maker. En eigenlijk, voor mij zelf, is dat het grootste goed om daar ook te komen en daar te eindigen, daar te zijn. And then, reward and punishment in this world is something that we won't see because the real reward, the real good, is being able to come to that nearness to God through sensing an impersonal system in this world. Dus als je
daarvan uitgaat, dan maakt het niet zoveel uit als straf en beloning zichtbaar is en niet te zien zijn. Want de vreugde ligt dan juist in de aanwezigheid, de nabijheid van de Heere God. En dan wordt het dus wel heel persoonlijk. Now, admittedly, these are very different approaches that I've presented. En dit zijn hele moeilijke benaderingen die ik heb besproken. Historically, different scholars have advanced one approach or the other. En in het verleden hebben verschillende studenten verschillende benaderingen naast elkaar gezet. But what they have in common is, what's the real good? What is the real blessing, the real reward, the real good, the real blessing, the real reward is nearness to God. Maar wat al die meningen van grote mensen zeg maar naast elkaar hebben gezet, niet gemeen hebben, is de aanwezigheid en ook het daarwillend zijn, de aanwezigheid en de dichtbijheid van de Heere God. There's one additional dimension that I'd also like to share with you. En er is nog iets van een dimensie wat ik nog even met jullie wil delen. And this is an idea that I think we can discern in Proverbs. In Proverbs chapter 30, verse 9. We gaan kijken naar Spreuken, hoofdstuk 30, vers 9. Where we read of the concern of the author of Proverbs, lest I become sated and deny you and say, who is God? Or lest I be poor and steal and violate the name of my God. Nou lezen we, opdat ik verzadigd zijnde u niet verloochene en zeggen wie is de Heere, nog ook verarmd zijnde stelen en mij aan de naam van mijn God vergrijpen. Notice that there are challenges on both sides. Er zijn uitdagingen aan beide kanten. And really, everyone has a unique set of challenges in life. En iedereen heeft een aantal uitdagingen te nemen en te gaan in zijn leven. And that's in a way the greatest blessing. En dat is eigenlijk de grootste zegen. Because that means that each of us has a unique mission. Omdat dat eigenlijk wil zeggen dat iedereen ook een unieke missie heeft. God doesn't make us into carbon copies of one another. God makes each of us unique with a unique song of praise to God to sing to him through our lives and the challenges that we face in our lives. En dat maakt, omdat we juist niet allemaal kopies van elkaar zijn, maar unieke mensen, dat maakt ook dat iedereen een verschillend lied zal zingen door de uitdagingen die heel verschillend zijn in ieder mensenleven. We're not coming to explain why there are people who come into this world handicapped. We don't know. We don't understand. We kunnen niet uitleggen waarom er mensen worden geboren in dit leven met een bepaalde handicap. But we can certainly say that someone who comes into the world handicapped can sing a song to God on a level that no one else can. Through that handicap, through dealing with that difficulty, there's a unique, profound song of praise that that person sings to God. Dus het is eigenlijk dan ook zo, als iemand wordt geboren met een bepaalde handicap, is juist dat hij of zij erin staat, met en door die handicap en die uitdagingen die in zijn of haar leven liggen, om een unieke lofprijzing voor te brengen en een unieke zang, een loflied zeg maar, te zingen aan de Heere God, die niemand anders kan doen en zingen dan alleen diegene. This inevitably also pertains to the amount of time given
to each of us in this world. En daarom is het ook van belang dat wij ons bedacht zijn op de tijd die ieder van ons heeft gekregen in dit leven en in deze wereld. In our tradition, that is what is meant by Ecclesiastes chapter 5, verse 11. The sleep of the worker is sweet, whether he eats little or much. Dan gaan we nog even kijken naar Prediker, hoeveel, how much? Chapter 5, verse 11. Prediker 5, vers 11. Zoet is de slaap van hem die werkt, of hij weinig of veel eet. Maar de verzadigde van de rijken laat hem in het geheel niet slapen. In other words, however much we eat, as it were, in this world, if we are faithful workers, the sleep, the repose in the hereafter, in everlasting life, will be sweet. Zijn slaap zal zoet zijn, en vooral in het oog van het eeuwig leven. So of course, inevitably, this too is part of that final, ultimate good, that nearness to God is my good, as Asaph taught us in Psalm 73. Dus het uiteindelijke goede wat wij kunnen bereiken in dit leven, in onze wereld, is dus het einde van Psalm 73, de nabijheid in de aanwezigheid van de Almachtige. Does it give us final answers? In this world, there are no final answers. Zijn het dan definitieve antwoorden die we kunnen geven op dit vraagstuk? En eigenlijk is dat dus niet zo. I think it gives us the ability to appreciate the message of King David in Psalm 4. Maar dat geeft ons wel de mogelijkheid om te begrijpen wat koning David heeft neergeschreven in een van zijn psalmen, Psalm 4. Where he tells us, and with this I conclude, in verse 7, there are many who say, who will show us good? God, lift up the light of your countenance upon us. Dan lezen wij, velen zeggen, zal ons. Sorry. Do you hear me? Now I hear you, yes. Oh, okay. Okay. I think so. Okay, just a moment. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Heere. And King David's response in verse 8. You have put gladness in my heart. More than when their grain and their wine are increased. En het antwoord van koning David is dan in vers 8 te lezen. Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en morst overvloedig waren. The real happiness is in the heart. De echte vreugde bevindt zich in het hart. It's not putting on an external show, and it's also not a reflection of what's taking place on the outside, but what takes place on the inside. Het is nooit een reflectie dus op het waarneembare, op de buitenkant, zeg maar. Het is altijd een reflectie op de binnenkant, op het hart. It's the realization of what God's true blessings are. En dat kun je dan weer spiegelen wat Gods echte zegeningen zijn.
Do we have definitive answers? Not in this world. Hebben wij de definitieve antwoorden? Niet in deze wereld. But I hope what we have seen in confronting human suffering with God is how to be with God with whatever happens in this world. Maar de conclusie kan misschien zijn, ook al worden we geconfronteerd met het lijden van de mens, samen met God, is wel waar het naartoe kan leiden, waar God het naartoe kan brengen in dit leven, in deze wereld. Of course, that is the greatest blessing. Omdat dat natuurlijk de grootste zegen is. God bless you. God zegent jullie allemaal.